Op dinsdag 10 juni vond in de Haarlemse Philharmonie het netwerkevenement Ga Eens Vreemd plaats. Wij bieden u een overzicht. Dit evenement houdt in dat zakenmensen, ondernemers, steeds meer op zoek moeten naar partners buiten hun bekende kleine kringetje. Kijk eens over de schutting van een ander netwerkevenement. Kijk eens over de schutting van een andere organisatie. Kortom, ga eens vreemd. Overgemaakt zonder dat het zelf leeft. Als het misgaat, dan ligt mijn kop op het hakblok. Het valt op. Het is anders dan anders. Ik kon me er niks bij voorstellen dat een weliswaar respectabele stad als Haarlem, dat die toch 19 netwerken zou hebben. Nou, ik heb begrepen dat de bedoeling is dat iedereen vanuit zijn eigen netwerk met iemand uit een ander netwerk in contact komt. Uiteindelijk misschien wel tot zaken komt. En dat is natuurlijk eigenlijk de hele essentie van netwerken, elkaar kennen. En wat dat betreft vervult dit zeker een hele mooie functie in het Haarlemse bedrijfsleven. Nou ja, blijkbaar wel, want er is veel behoefte aan, omdat we ruim 700 aanmeldingen hebben. Dus dat is geweldig. En hier kan je natuurlijk ook in één avond kan je zien wat voor netwerkorganisaties er allemaal in Haarlem zijn. En hier kan je dus een rondje lopen en kijken, nou, waar voel ik me thuis en wat vind ik interessant en waar ben ik nu lid van, waar wil ik lid van worden. Dus er is absoluut behoefte aan. Ja.